Dit weekend zijn westen tot zuidwesten winden de aanjager van ons weerbeeld. En als je dan op het strand staat en je kijkt uit over de zee, dan kun je de spreekwoordelijke buien al zien hangen. Want er staat ons best een wisselvallig weekend te wachten met meer bewolking, ook regen en soms een stevige wind. Vrijdagavond hebben we nog met enkele buien te maken. Die verlaten ons land via het oosten. Dan wordt het tijdelijk eventjes wat rustiger. Zijn er wat opklaringen mogelijk? Komt het heel lokaal nog tot een bui? Maar zaterdagochtend zal de dag toch wel grotendeels droog van start gaan. Maar de bewolking neemt toe. En vooral in het westen, midden en noorden van het land komen wat buien voor. De bewolking wordt dikker. En dan zien we later op de zaterdag. Deze regenzone arriveren en die blijft dan lange tijd boven ons land hangen. En als we dan op de zondagochtend zijn aangekomen, dan zien we dat die nog een groot deel van Nederland beslaat. Dus dat we met een vrij druilerig weerbeeld op zondagochtend wakker zullen worden. En daarbij ook een stevige zuidwestenwind aan zee. Misschien zelfs wel even een harde tot stormachtige wind. Nou, die regenzone blijft dus een tijdje boven ons land hangen. En dat zorgt er ook voor dat de regenmeters behoorlijk gevuld gaan worden. Ik heb hier even de kaart meegenomen met de neerslagtotalen. Op zaterdag begint het in de loop van de dag dan te regenen. Ook komen er dus nog wat buien voor. En in het waddengebied loopt de neerslagsom zelfs op naar 45 mm. Misschien net iets meer. Als we dan even naar het zuidoosten en het oosten kijken, daar worden de regenmeters niet verder gevuld dan 10 millimeter. En daar is het over het algemeen dan nog een mooie zomerdag op zaterdag. Nou, dat ziet er vervolgens dan zo uit. In het zuidoosten kan het dus nog 23 graden worden. Daar blijft het ook lange tijd droog. Het westen en noorden krijgen voor die regenzone uit al met enkele buien te maken. En vooral in het noorden wordt de bewolking al snel dikker. Daar blijft de temperatuur steken op zo'n 18 of 19 graden. Wind komt uit het zuidwesten en begint dus steeds meer een kracht toe te nemen. En het zwaartepunt van de wind ligt dan in de nacht van zaterdag op zondag. Nou, zondag hebben we dan nog met die regenzone te maken, blijft nog lange tijd boven ons land hangen, maar trekt in de loop van de middag toch via het oosten weg. En aan zee kan de zon dan nog even doorbreken. De temperatuur is daarbij vrij normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 23 graden. Daarmee is het zeker ook niet koud. Komt door die Zuidwestenwind, voert toch wat milde lucht met zich mee. En in de loop van zondag gaat de wind dan ook geleidelijk weer wat afzwakken. Dus zaterdag is bij uitstek de beste dag, vooral in het Zuidoosten, met daar nog de meeste zonneschijn.